Ik ben Tim Matthäusen, uitvoerder bij Donkergroen Vestiging Eindhoven, onderdeel van de overkoepelende organisatie Donkergroep. Wij als Donkergroep hebben bij het Urban Sportpark vanaf de voorbereiding de tekeningen meegemaakt. Vanuit het ontwerp van de gemeente Eindhoven heeft Donker Design het uitvoeringsontwerp gemaakt. En wij als Donkergroen hebben de verschillende facetten binnen dit park mogen realiseren. Ik ben Jochem Brugging van Brugging Sport Constructions. Wij bouwen verschillende soorten survival hindernissen en obstacle hindernissen. Zoals je hier achter ook ziet, staat er een gigantische grote survival runbaan die we gebouwd hebben voor gemeente Eindhoven. En we bouwen dit soort hindernissen en constructies door het hele land. En zowel om in te trainen als voor obstakelruns en survival runs voor een eenmalig evenement. Mijn naam is Debbie Aert, projectmanager bij Velo Solutions. Wij bouwen pumptracks en bikeparks en mountainbike routes. Achter mij een pumptrack, die hebben wij gebouwd in het Urban Sportpark. En wij doen dat om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Met name het fietsen, maar ook de urban sports en andere action sports. Ik ben André Smits, ik ben van Calisthenics Eindhoven, een van de sporten op het Urban Sportpark hier in Eindhoven. Ik ben verantwoordelijk voor Calisthenics, voor de toestellen die je hier achter ziet. Dat is eigenlijk alles met het eigen lichaamsgewicht sporten. Mijn naam is Dina-Marie Anholt. Ik ben projectmanager van gemeente Eindhoven. En wij hebben er samen met alle partijen voor gezorgd dat het park erbij ligt zoals het er nu ligt. Het proces om tot het Urban Sportpark te komen was een enorme uitdaging, een hele mooie kans voor ons. En we hebben gezien dat het een heel dynamisch proces was. Het vroeg ook heel veel flexibiliteit van alle partijen betrokken. Maar we hebben wel gezien dat dat echt gelukt is en dat iedereen in staat was om snel en doelgericht en gewoon een heel mooi resultaat af te leveren. De survival runbaan die hier in Eindhoven gebouwd is, is uniek. Hij is uniek omdat alle elementen van de survival run spot erin zitten, maar dat hij ook op een openbaar park staat. Normaal staat deze achter een hek, dat hij alleen gebruikt kan worden door mensen die lid zijn van de vereniging of een sportschool. Maar hier is hij zo gebouwd dat hij veilig is en dat hij gewoon in een openbaar park kan staan. En dit is slechts de tweede baan in Nederland die op deze manier gebouwd is. Dus het is echt wel uniek dat hij hier staat. Wij hopen dat iedereen hier in het Urban Sportpark en met name op de pumptrack plezier kan hebben en fijn kan bewegen en sporten. Dat hier toffe evenementen kunnen gaan plaatsvinden die voor mensen leuk zijn om naar te kijken. Maar die voor de high-end sporter super tof zijn om aan deel te nemen. Dat er hier spektakel mag zijn, dat hier plezier gemaakt wordt, dat mensen elkaar hier ontmoeten. En dat jong tot oud hier in beweging kan zijn samen. Dat zou super tof zijn. Ja, de calisthenics community is in de laatste jaren al wel een stuk gegroeid. Maar ja, nu met het park en de mooie voorzieningen die we hebben, zal het alleen maar meer worden en groter worden. En we merken ook dat steeds meer mensen buiten gaan sporten. En nu ze weten dat ze ook hier terecht kunnen, dat het ook echt een super mooie plek is om daar gebruik van te maken. Dus ik ben wel heel benieuwd en enthousiast over hoe het eigenlijk over een jaar eruit gaat zien. Met alle sporters door elkaar en mensen lekker aan het relaxen op het park. Ik ben wel benieuwd. Wij als Donkergroen zijn er trots op dat wij dit park hebben mogen realiseren met de verschillende partijen. Trots op de gemeente Eindhoven dat zij dit als gemeente hebben willen realiseren. Daarnaast ben ik er trots op dat ik dit samen met mijn collega's en onze onderaannemers als Donkergroen heb mogen maken. Ja, super trots op het feit dat we samen met BMX Playground en hoofdinitiatiefnemer Laurens Dingen gewerkt hebben tot de realisatie van de pumptrack hier, centraal gelegen in het park. Super vet. Een van de grootste in Nederland. Iets om heel trots op te zijn. En wij hopen dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere gemeenten in Nederland. En dat er steeds meer mensen toegang gaan krijgen tot de pumptrack, zodat iedereen samen kan bewegen en sporten van jong tot oud. Dat we een hele poos geleden met een heel klein idee voor een aantal toestellen kwamen en dat dat is uitgegroeid tot dit supermooie Urban Sportpark met echt een van de grootste parken voor calisthenics van heel Europa, dat is wel echt waar ik echt trots op ben. Ja. De constructie die hier staat midden in Eindhoven is uniek. Hij is zo gebouwd dat jong en oud erin kan trainen en in kan spotten. Maakt niet uit wanneer je wilt komen, je kunt dag en nacht kun je hier terecht. Het is openbaar voor iedereen, kosteloos en hij is ook veilig dat jong en oud erin kan trainen. En daar zijn we trots op. Ik ben er heel erg trots op dat het gelukt is om een unieke combinatie van groen en sport in dit Urban Sportpark voor elkaar te krijgen. En dat is iets wat er nog niet was en we hebben laten zien dat het kan. En daar zijn we als gemeente Eindhoven heel erg trots op.